Nou, sond mijn 16e jaar, en dat is redelijk 55 jaar in, ben ik hiermee begonnen met hout. En wat hard werk je met hout in? Nou, ten eerste plezier. Want wat is er nou mooier als een natuurlijk product om mee te werken? De mensen die graag in de tuin zitten, hebben groene vingers. Ik heb geen houten vingers, maar ik werk hier wel een soort met hout. Nou, ik ben op het idee gekomen, doet het voor mij duidelijk waar dat wat mijn vrouw zei, doe kerst de tuin net onderhouden, dat ik zou weer. Dat is veel te volle werk voor mij. En toen dacht ik van, hé, dat maakt wat oors. Ik zet er hout in. En hout, wat ik iets, nou, uitstrielend van waar ik ben en wat ik ben. De toer staat op een plak die voor mijn vrouw Japke heel belangrijk weer. Dit wie haar tuin, dit wie haar buxestuin. En toen zij slim ziek was, toen zei ze op een gegeven moment ze mee van, let er maar de tuin maar voortdwaan, want dat is veel te volle werk voor jou, dat kenst u net aan. Nou, ik zei, dat zullen we nog wel. En nadat ze verstaan is, heb ik het nog een jaar oorlog proberen om het goed in stand te houden, maar zij hier wel gelijk, dat wie veel te volle werk voor mij. Ze zei ik, smit er maar stenen in, of grind. Dat is makkelijker. Maar ik dacht van nee, ik doe het wat oors. Aan de ene kant heb ik dus iets makken, een bar gebruiken. Aan de andere kant bleef nog ruimte over. Ik denk van hé, hey, wat zeg ik daar eens met je? Een object, een ornament, van hout uiteraard. Een toer. Nou, en dat wat je hem hierachter ziet, is het dus worden. Op de onderkant van de spits, die een vierkant beschrijft, staan er vier pinakels. En op elk pinakel staat een ornament, een symbool. Ten eerste het kruis van het christendom. Dan de Davidster van het jodendom. Dan hebben we daar de hele mannen van de islam. En achter zit dan nog het symbool van het taoïsme. Dan bloedt er nog één puntje bloedroer, helemaal bovenin. Daar zie je eenmaal iets mansje staan. Dat mansje is het symbool van het humanisme. En dan denk je misschien van, waarom nou krijgt het symbool van het humanisme bovenaan? Boven al die oren bekende symbolen. Nou, hierom. Een kernwaarde van het humanisme is respect. Respect voor een els, zijn mening en overtuiging. En dat is dus wat ik graag zien wil. Nee, mijn omjouwing, nee de meesken, nee de verraad. Respect voor elk zin wat je doet, is het begin van vrede.